Ik ben Joris Nachtergale, burgemeester Markendal. Wat willen we dit jaar realiseren? Ik denk dat we dit jaar vooral gaan studeren. Het is een verderzetting van de vorige legislatuur. We gaan dit jaar werken aan een deftig meerjarenplan, waar we toch de ambitie hebben een aantal hele grote investeringen de volgende 6 jaar te realiseren en waar we tegelijkertijd onze gemeentefinanciën gezond willen houden. Dus het wordt een studiejaar voor ons. Zoals ik al zei, hebben we heel veel ambities voor de volgende 6 jaar. Eén daarvan is de realisatie van het centrum De Maalzaak. Dat is een multifunctioneel centrum voor sport en beweging en muziek, dans en noem maar op. Dus eigenlijk het volledige verenigingsleven van Markendal zal daar zijn hading vinden. Ik denk een tweede belangrijk iets wat we willen realiseren. We willen heel sterk inzetten op de vergroening van ons landschap. Het landschap in Markendal is onze grootste troef, de Vlaamse Ardennen. Wij noemen onszelf ook het mooiste landschap van de Vlaamse Ardennen en ook daar willen we in gaan investeren. En jullie kassa is gezond om die investeringen allemaal te doen? We hebben een heel gezonde gemeentekas. Wij draaien momenteel 1 miljoen overschot per jaar. We zijn momenteel bijna schuldloos en we hebben 7 miljoen euro in kas, dus wij kunnen wel wat investeren de volgende jaren. Maar hoe gaat dat geld naar die natuur, naar dat groen gaan? Want ja, dat groen, dat is er al in Markendal. Ja, wel, daar zijn we nu over aan het nadenken. Zijn we ook in gesprek met een aantal bewegingen uit het middenveld, natuurorganisaties, landbouworganisaties, om te kijken hoe we verder kunnen inzetten op het vergroenen, het vermooien van ons landschap. Wel, nu al meer dan 20 jaar zijn lokale politici bij ons op zoek naar een oplossing voor onze 2 voetbalclubs. We hebben als kleine gemeente nog 2 voetbalclubs, KSV Markendal, KVV Ardennen. Maar beiden spelen eigenlijk in een accommodatie die daar niet op uitgerust is. Dus wij moeten op zoek naar een nieuwe oplossing. En dat wordt ook de grote knoop. Na 20 jaar blijft dat de grote knoop. Maar ik hoop daar toch een doorbraak te kunnen forceren. Samen met onze schepen van sport hoop ik om daar een antwoord te bieden aan de noden van de club. Dat gaat niet om een fusie of een samenwerking, maar echt om de 2 clubs te voorzien van wat ze nodig hebben. Wel, wij gaan volgende week een voorstel op tafel leggen aan beide besturen en ik zal het dan in primeur meegeven aan jullie wat dat voorstel inhoudt. Ja. Nu niet, hè. Volgende week. Ja, nee. Ja. Wat ga ik zeker niet doen, dat is mijn principes verloochenen. Ik ben een principieel iemand, ik ben in de politiek gestapt. Ik ben eigenlijk nooit in de politiek gestapt. Zover dat ik kan terugkijken, ben ik eigenlijk al politiek bewust geweest. En heb ik een bepaald engagement opgenomen vanuit een bepaald onrechtvaardigheidsgevoel. Dus ik ga niet tegen mijn principes in gaan handelen de volgende 6 jaar. Dat is een belofte.